Ali B. is na de zeer heftige beschuldigingen van verkrachting en seksueel wangedrag aan zijn adres vrijwel volledig van de radar verdwenen. Hij duikt alleen nog op bij de Juice-kanalen, als hij weer eens ergens is gespot. Vandaag publiceert Yvonne Koldewijer bijvoorbeeld een filmpje van Ali die rondloopt in de bioscoop. Na zijn zeer lange verblijf in Dubai is Ali tegenwoordig gewoon weer in Nederland. Al was dit weekend naar de bios met zijn kids, schrijft de Juice-journaliste. Er wordt in de Juice-kringen van Yvonne gefluisterd dat Ali binnenkort op televisie verschijnt voor een inhoudelijk vraaggesprek. Het gerucht gaat dat hij binnenkort te gast is bij een talkshow. De talkshow die Ali weet te strikken zal behoorlijk wat publiciteit scoren, want de rapper hult zich nog altijd in stilzwijgen. Het is eigenlijk het enige wat we over Ali horen, dat hij weer gespot wordt her en er in Nederland, zegt Yvonne. Ze vervolgt, er gingen geruchten op internet dat hij zijn hoofd had kaal geschoren, maar dit blijkt niet waar te zijn. Het is niet duidelijk voor welke talkshow Ali zou kiezen. Afgelopen september zat een van zijn vermeende slachtoffers, Ellen ten Damme, nog in die van Eva Jinek. Ellen wilde toen niets meer kwijt over haar ervaringen met Ali. Ik heb er helemaal niks aan en ik wil er ook helemaal nooit meer iets over zeggen. Dat heb ik ook niet gedaan, maar de media gaan er mee aan de haal en dan zit ik alsnog met de gebakken peren. We'll be right back.